Ja, Jan Walen, jij was daar vanmorgen ook al. En het was ook al vrij snel duidelijk dat het echt een doelbewuste actie is, hè, dit. Ja, dit is geen ongeluk. Twee auto's die op twee verschillende plekken achteruit zo'n gebouw inrijden. En er ontstaat dan brand. Daar is misschien ook wel een handje bij geholpen. Ja, hier zijn duidelijk mensen aan het werk geweest die kennelijk om een of andere reden een hekel hadden aan het gemeentebestuur. En dat op zo'n manier hebben laten blijken. Nou, ondertussen gonst het hier van de geruchten in het dorp. Je hoort veel mensen zeggen van daar zullen de kampbewoners van het plaatselijke kamp hier wel achter zitten. En helemaal uit de lucht vallen komen die geruchten ook niet. Want er was inderdaad een conflict tussen kampbewoners en het gemeentebestuur. De gemeente wilde het bestemmingsplan van het plaatselijke kampje wijzigen, waardoor er alleen nog maar mensen mochten wonen en geen bedrijven meer mochten zijn. Dat heeft de burgemeester een paar weken geleden aan de kampbewoners laten weten dat dat zo ging gebeuren. En hij twitterde toen zelf dat hij daarbij reacties had gekregen die werkelijk onacceptabel waren. Maar ja, dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat die mensen die toen zo boos waren ook hierachter zaten. En we zijn ook op het kamp zelf geweest en ze zijn daar ontzettend boos dat mensen denken dat zij hier achter deze kwestie zitten. Eén ding is duidelijk, justitie en politie willen weten wat er hier gebeurd is, want het is buitengewoon kwalijk als een overheid op een dergelijke manier wordt aangevallen. Rond 3:15 vannacht rijden twee auto's met opzet op het gemeentehuis in. Er is een harde knal te horen waarna brand ontstaat. Het gesprek van de dag in Waalre is wie er achter de brand zou kunnen zitten. De lokale burgemeester houdt alle opties nog open. Ik heb geen idee en ik heb geen lijstje. En heeft u een idee wat u niet met ons wilt delen? Ik heb geen lijstje. En ik laat het aan het onderzoek van het Openbaar Ministerie om te achterhalen wie de daders zijn. Het enige wat ik wel wil toevoegen is dat ik hoop dat de daders zo snel mogelijk gepakt worden. Ook plaatsvervangend commissaris van de Koningin, Johan van den Hout, komt vanmiddag naar Waalre om polshoogte te nemen. De aanslag wordt gezien als een aanslag op de democratie en daarom worden alle nodige middelen ingezet. Dat daar met opzet brand wordt gesticht is dan ook zeer ernstig te noemen. Het is ook daarom dat Wim van der Donk meteen contact heeft opgenomen met de ministers van Binnenlandse Zaken en van Veiligheid. Om hun medewerking te vragen in het nader onderzoek wat hierover zal moeten volgen. Nou, dat hebben ze natuurlijk ook toegezegd. Er is geen enkele reden of omstandigheid die deze daad kan rechtvaardigen. Deze daad is buiten proportioneel. Dit treft onze hele gemeenschap. En deze daad is dan ook als onvaarbaar, volstrekt onaanvaardbaar te duiden. Persoonlijk vind ik het een ondermijning van onze rechtsstaat. Het huis van de burgemeester, Henri de Wijkersloot, wordt door de politie scherp in de gaten gehouden. Hij was op vakantie, maar is inmiddels op de terugweg. Een onacceptabele aanslag met grote gevolgen. Waalre is niet alleen een gemeentehuis, maar ook een rijksmonument armer. Ja, veel reacties van hogere hand, zeg maar, van hogere kringen. Maar ja, dorpsbewoners, hoe reageren zij hierop, Jan? Ja, met ontzetting en verbazing merk ik. Mensen beginnen nou een beetje tot ze door te dringen wat hier eigenlijk gebeurd is. Hè. Zo'n gemeentehuis is een beetje van iedereen. Daar komen mensen voor allerlei zaken. Bijvoorbeeld om te trouwen in de prachtige trouwzaal die hier ooit was. Of om hun kinderen aan te geven. Ja, daar moet je met hun poten van afblijven, vinden mensen. En ja, dat lieten ze ook duidelijk blijken hier in de loop van de dag toen ze zelf ook eens konden komen kijken. De weg voor het gemeentehuis is weer vrijgegeven. Heel Waalre heeft nu de kans met eigen ogen te zien wat hem vannacht is aangedaan. Ja? Ja, ik vind het heel triest. Ja, iedereen denk ik. Ja, ja, het is echt... Dat had niet hoeven. Dat had gewoon niet hoeven. Klaar. Dat, ik hoop diegene die, ja, die goed gestraft wordt. Ja, het raakt u, zie ik. Ja. Nee, is toch zo? Ze is niet eens van Waalre. Ja. Ja. Ja, het was een prachtig gebouw ook, hè. Nou zeggen ze dat ze het niet meer kunnen restaureren, dat zou toch wel jammer zijn. Wat je door een spleet in het hek niet ziet, zie je wel als je boven het gemeentehuis hangt. Van het oude monumentale deel lijkt niks over. Een van de veroorzakers staat nog altijd als een stille getuige voor de ingang. Het nieuwe deel lijkt minder aangetast, maar ook daar heeft de vuurzee verwoestend huis gehouden. In alle misère is er ook nog een lichtpuntje. Nou, wat ik hoor, heb ik van de brandweer. En onze papieren archieven, die zitten in een brandvrije ruimte. Ik ga ervan uit dat die
nog behouden zijn. Ik weet dat een aantal waardepapieren die wij hebben, met name hebben we de paspoorten, rijbewijs en dat soort dingen, dat die ook in brandvrije kluizen zaten, dat die ook veiliggesteld zijn. Ik heb begrepen dat onze server in ieder geval nog werkt. Maar of de informatie op de computerserver ook ongeschonden is, moet nog worden onderzocht. Ja, misschien is er dus nog wat informatie terug te vinden. Het gemeentehuis zelf, ja, dat zien we dus heel duidelijk, is vernield. Wat gaat de gemeente morgen doen? Nou, er is nog een ander lichtpuntje, dat bij iedere week er een backup wordt gemaakt van alles wat er op computers staat, wat op een andere plek wordt bewaard. Dus dat is in ieder geval ook nog terug te vinden. En wat ze gaan doen is zo snel mogelijk een noodbalie inrichten, waar mensen dan toch paspoorten kunnen gaan ophalen of wat dan ook. Daarvoor wordt hopelijk morgen in de brandweerkazerne een tijdelijke balie gemaakt. En verder gaat de gemeente op zoek naar gebouwen elders hier in de gemeente, waar tijdelijk ambtenaren werken. Plekken kunnen vinden, want het zal nog een hele toer worden om dat gemeentelijk apparaat, wat sinds vannacht 1:30 volledig vernield is, om dat weer op gang te krijgen.